Een parlementariër, Cedric van Samson, vroegen wij hoe hij kijkt naar de prestaties van de regering de afgelopen 4 jaren. De uitdagingen, de sterktes, de zwaktes van de regering, maar ook de adviezen die hij heeft voor de huidige regering. Voor Van Samson is het ook zijn eerste termijn als parlementariër en we vroegen aan hem om ook de handen in eigen boezem te steken en aan te geven wat hij vindt van zijn eigen prestaties. Had hij meer of minder te doen voor de samenleving de afgelopen 4 jaren? U hoort parlementariër Cedric van Samson. Nou, meneer Ganesh, het is begonnen heel uitdagend. Omdat we zijn het eerste parlement, dat is toegetreden hier met mondkappen en al, waarbij jouw naasten niet echt in de zaal konden zijn, was heel beperkt. Omdat we vergeten allemaal, of men vergeet vaak, dat de wereld voor 2 jaar gedompeld was in een crisis van COVID-19. Waarbij we niet op straat kwamen, het was lockdown. De eerste maatregelen die we hier moesten nemen als volksvertegenwoordigers, was het verlengen van die buitengewone uitzonderlijke toestand die er was, die eigenlijk de regering mogelijkheden bood om het vrije bewegen van de mens te kunnen beperken. Dus u moet nagaan, we hebben dat nooit in Suriname gehad. Zelfs tijdens de Binnenlandse Oorlog was er feest. Kon men overal gaan waar men wilde gaan. Dus het was een totale nieuwe situatie. Dat heeft voor 2 jaren geduurd. Dus in die 2 jaren waren die mogelijkheden van ons om zaken te realiseren beperkt tot die bewegingsvrijheid die er was. 2 jaar reden er geen bussen. Het was steeds maar kijken wanneer gaan die kappers kunnen ze open gaan. Mijn eerste optreden hier was pleiten voor ondernemers die wel de toegang zouden moeten kunnen krijgen om open te gaan. Toestemmingsbriefjes regelen van mensen. Kijk, ik herinner de mensen hier aan, omdat wanneer je een periode van 4 jaar wil evalueren, kan je die 2 jaren niet eruit laten. En om u antwoord te geven op wat u stelde, is van waar het land is. Toch? Per akondrede. We weten nog, toen we pas overnamen, meneer Ganesh, hadden we vaker hier mensen voor de deur of voor het kabinet van de president die van mening waren dat ze jaren gewerkt hadden. Tot nu toe is het nog steeds heel mysterieus hoor, hoe iemand jaren heeft gewerkt en je hebt 18 maanden geen geld gehad, 2 jaar geen geld gehad. Al dat soort zaken moesten opgelost worden. En dat is allemaal opgelost op een bepaalde manier waarbij eigenlijk die we een model zetten maar bij 3 jaar konden. Voor len money voor mijn pay salaris. En nou een duurzaam sani. En een worko. En dan kan draaien een business dat hem len money voor pay salaris. En dan moet je len money sinds 2017. Dat is een omitie. Dus die regering treffen bepaalde maatregelen. En moet ook in die regering de maatregelen nog ben mooi. Nog ben mooi in de zin van, het zijn geen dingen die je graag zou willen hebben. Wanneer je hoort dat BTW wordt ingevoerd, wanneer we weten dat we die subsidies moesten afbouwen, dat zijn het geen dingen die je graag doet, omdat je er geen applaus voor gaat krijgen. Maar het zijn wel dingen die moeten gebeuren. En dan kijk ik naar, waar was het land? We hadden een default status, toch? We hebben maar pay op pay man. En als ik nu kijk naar waar we staan, dan hebben we een betere rating. Dan zeg ik van, net als op school, op de middelbare school heb je vakken boven de streep en vakken onder de streep. En bij de vakken boven de streep, dan als ik kijk naar hoe het land het heeft gedaan, dan zijn we vooruit gegaan van waar we komen, die rating, en waar we nu zijn. Dus ik wil niet mijn mening geven over hoe ik bepaalde dingen zou willen doen, maar ik kijk hoe de dingen zijn gebeurd. En als ik kijk naar de zwakke punten van die regering, dan zal ik zeggen, ja, men weet het, communicatie. Waarom communicatie? Omdat je veel kan voorkomen door goed te communiceren. En ook veel kan voorkomen door die informatie tot je te nemen wat er in het veld gebeurt. En je niet laten informeren door mensen die soms te dicht bij jou zijn en die geen zicht meer hebben op wat er buiten gebeurt. Toch? Dus ik denk dat die communicatie, oké, het is al aangepakt op bepaalde gebieden, want ik merk een stukje verbetering. En dat stukje van landelijke evenredigheid, dat men nu korte filmpjes maakt waarbij men de gemeenschap die voorlichting geeft. Maar ik heb dat gemist bij al dat soort programma's als AHP. Oké, nu is men ook een beetje opgestapt met die communicatie ervan. Ook dat van grondconversie, hoe die informatie moest gaan. Oké, meer dan 45 miljoen is al binnen. Maar die mensen hebben heel hakkelend die informatie moeten zoeken. DNA-leden moeten bellen en zo konden we ze begeleiden. Maar was die communicatie naar het volk beter,
dat zou meer tot zijn recht zijn gekomen. Dus dat zwakke punt, die Achilleshiel van deze regering, is meer hun communicatie. Die communicatie? Dus kijk. Niet de schulden? Nee, de schulden, dat zijn beleidsmaatregelen. Dat ga je moeten doen. En die herschikking van die schulden is een feit. Toch? Want kijk, je hoeft niet van je aan te houden. Je mag tegenhangen. Je mag. Van wie je houdt of wie je niet houdt, is je persoonlijke keus. Maar je kan niet ontkennen dat die schuldherschikking gedaan is door deze president. Die schuldherschikking met India, die schuldherschikking met China, die schuldherschikking met Oppenheimer. Waardoor we nu ruimte hebben om ons financieel huishouden beter te regelen. Dat hoef je niet van je aan te houden, maar dat is een wapenfeit. Toch? Dus ik zeg, die regering mist dat effect door een goede communicatie. En niet alleen gewoon door te praten, als je zelfs zaken in beeld moet brengen door een sketch te laten doen, zodat mensen het beter begrijpen. Niets mag te veel zijn om die communicatie te hebben, om het volk te laten begrijpen wat er gebeurt. Want wanneer mensen soms begrijpen wat er gebeurt, dan hoeven ze het niet eens te zijn, maar ze kunnen het begrijpen. Ook al ben ik niet eens, maar ik weet dan waarom het gebeurt. En ik denk dat er meer gedaan moet worden om dat punt te bereiken. En wat zijn volgens u in die 4 jaren de grootste uitdagingen geweest voor deze regering? Nou, de eerste uitdaging was COVID-19. De eerste 2 jaren sowieso. Toch? Het had verschillende facetten met zich meegebracht. We hadden de verschillende varianten. Want Saranamai vergiet die snel toch? We hadden de verschillende varianten waarbij er een ander variant kwam. We hadden ook nog dat van vaccinatie. Waarbij er ook veel communicatie moest zijn, zodat de mensen konden begrijpen waarom je moet vaccineren, toch? En wat het nut ervan is. En zo kwam het op gang, toch? Maar die schulden zijn dingen die al door de regering geprogrammeerd waren, hoe men het zou aanpakken. Het begrip van wat er gebeurde, dat is door die communicatie niet goed gebracht, waardoor er ruimte was voor ruis. En het moment dat ruimte is voor ruis, dan gaat je beleid niet dat is maar nog begrepen aan beleid. Omdat simpelweg aan communicatie nog bij investeren moet. Communicatie kan slechts 1 jaar, meneer Van Samson, maar 4 jaar langer? Nou, een 4 jaar langer of 3 jaar langer je dan doet als hem zijn, zoals mij adviseer je, zijn nog de in communicatie. Want, zijn communicatie? Communicatie aan een camera, aan een mic. No. Communicatie naar een vast van je chara zijn. Een sender naar een ontvanger. Voor aboskop we door voor ascender komt aan ontvanger. If you shit that you never break a ontvanger, dat impas je strategie aan. En natuurlijk in bereik nooit alasma. Maar op den duur het doel wel moest de voor met bovoers, maar jere aboskop if they want take care of niet dat na punt 2, maar voor jere aboskop voor met een aangenaam die asma voor arki. Voor pote in alle taal die asma voor arki. Want no de mis je wel dat de mij vertalen pot in Aladdin taal, in Suriname, in het Javaans, ook in het Arawaks. Dat na communicatie. Broken die asma eenvoudig. Nog takken tap op een niveau per asma normaal verstaan. En wat zou u die regering adviseren dus voor de resterende jaren? Nou, gericht communiceren. Niet meer vertellen over alles wat je wil doen, maar gericht communiceren over wat je nu gaat doen. En ook in de gebieden waar je dat brengt, ervoor zorgen dat de mensen die in dat gebied wonen, deel en onderdeel zijn en weten wat je gaat doen. En weten wat hun rol gaat zijn in het geheel. Want als je gaat roken in een omgeving bijvoorbeeld, in tak na de smaak je roken in een omgeving, zou je doen aan wat je doet. Kijk, de smaakstrefie, en ook aan de, meestal de smaakstrefie in een omgeving, kan je jou, omdat zij meer kennis hebben van die omgeving. Dus dat je een probleem beter aanpakt. Inclusiviteit, werk met die mensen. En dan moet ik me ook haasten om het te zeggen, dat er zijn veel presidentiële werkgroepen waar dat wel gebeurt. En ik zie dat wel werkt, maar het gebeurt nog niet overal. En de handen in eigen boezem steken, heer Van Samson. Het is ook 4 jaar voor u dat u gekozen bent als parlementariër. Tevreden met uw prestaties of had u veel meer willen doen voor land en volk? Nou, voor jezelf wil je altijd meer doen. Voor jezelf. Voor het land. Dus dat moet voor mezelf samen doen. Maar het is geen one man show hier binnen. Het is een collectiviteit. En dat is iets wat ik hoor veel van die nieuwe mensen het zeggen. Wanneer ik in het parlement kom, ga ik. Ja, meneer Ganesh. Hier heb ik het moeten leren de eerste maanden. Dat jij als
één parlementariër. Alles doet, wat gebeurt collectief. Het afspreken van spreektijd. Toch, als je een punt van orde wil vragen, moet je ondersteund worden. Alleen een persoonlijk feit, wanneer iemand je naam heeft genoemd in de zaal, kan je opstaan en zeggen persoonlijk feit. En dan onderbouw je het en dan geef je antwoord. Dus alle andere zaken heb ik gezien dat je eigenlijk met anderen mee moet werken. Je moet ze zover kunnen krijgen met jouw argumenten om met je mee te gaan. Kijk, veel Surinamers vergeten. Er is zoveel gesproken over dubbele salarissen. Ja, dubbele salarissen een boom, dubbele salarissen een boom. Ik heb gezegd, als ik in het parlement kom, wil ik wel die wet trekken om een einde te maken aan dubbele salarissen. Ja, Cedric van Samson was de commissievoorzitter van die commissie van rapporteurs. Maar dan ga je onderzoeken en dan zie je van, het is niet zo eenvoudig als je denkt van, oh, meneer Kees Erokodapé en Amman Bede, leerkracht. En dan man een leerkracht en nu man een DNA-lid en dan kies toe salaris. Maar stop aan mijn salaris, want volk wana sandati. Natuurlijk, ja, want toe wisatis, maar ze denken dat te den tekwa san voer na wantra, want dat zij vooruit gaan. En dat is wel een gedachtegang die leeft bij bepaalde mensen. Dat als je iemand ziet vallen, dat jij beter wordt. Maar dat is niet zo. Abraham Lincoln betakking, je helpt de armen niet door de welgestelde kapot te maken. Maar sommige mensen denken dat hoor. If de man brokken was op money, dat zij zich beter gaan voelen. Of if de brokken was massa de schilik vooruit streven, dat zij zich beter gaan voelen. En dat werkt niet. Want wanneer die wet gaat veranderen, om die dubbele salarissen aan te pakken, dan moet je met veel meer rekening houden. En dat ben ik gaan zien. Want een arts die bijvoorbeeld op Kwarasang is gesteld, en voor de RGD werkt, RGD is regionale gezondheidsdienst. Is geen particuliere arts, is een arts van de overheid. Alleen zo dat je de mensen tegemoet kan komen, dat zij die gezondheidszorg toch hebben tegen een bepaald laag bedrag, dat ze het kunnen betalen. Maar als je zou zeggen nu, dubbele salarissen moeten direct ophouden, dan moet die arts die daar in Kwarasang voor RGD werkt, dan mag hij niet meer voor RGD werken. Maar elke arts heeft een bestand van 2500 mensen. Dus als ik zou luisteren naar die Wisati, Takrati mensen die gewoon willen dat iemand zijn salaris moet stoppen, zonder om na te denken aan de consequenties daarvan, dan zou ik zeggen, oké, is goed. Die arts moet zijn salaris stoppen. Hij mag geen arts zijn en DNA-lid zijn. Hij is alleen DNA-lid. Dan heb ik hem niets gedaan. Maar ik heb die 2500 patiënten daar iets gedaan. Dus dat zo zie je dat je dat ding niet zo snel kan doen als je denkt. Je gaat moeten alles op een weegschaal moeten zetten en kijken van, wie help je? Want de gemeenschap wil natuurlijk hebben dat er een eerlijke verdeling moet zijn. Toch van het inkomen. Maar dan vraag je af, maar dan wacht even. Wie is dan geholpen als ik die arts van Kwarasang weghaal en 2500 patiënten geen arts hebben? Wie heb ik geholpen? Heb ik de mensen blij gemaakt die een einde willen maken aan dubbel salaris? Terwijl ik dan 2500 mensen zonder een RGD-arts daar heb. En dan zet je alles op balans. En dan heb ik gezien dat die wet non-activiteiten eindigt bij eigenlijk alle die drie machten op één level hebben. Waardoor men weet wat voor offers men maakt. Men weet van als ik ervoor kies om DNA-lid te worden, dat ik dan afstand moet doen van mijn ander inkomen uit de overheid. En dan ligt het aan die persoon om die keuze te maken. Maar als die persoon die keuze maakt, welke zekerheid heeft die persoon voor die 5 jaar waarop de persoon dat ambt van DNA-lid zal vervullen? Dus dat zijn al die uitdagingen die ik heb gezien van, het is niet zo makkelijk. Je moet met veel meer rekening houden. Je gaat met veel meer stakeholders moeten praten. En daarom zeg ik dan, ik zou misschien meer veel willen hebben gedaan. Want u weet het ook, ik ben een van de DNA-leden die het meest heeft gevochten voor dat van no work, no pay. Maar ik heb ook gezien hier hoe collega's van mij hebben gevochten om no work, no pay te kunnen behouden in het systeem. Waarvan je denkt van, maar hoe werkt dat? Hoe kan je tegen no work, no pay zijn? Want tegenover no work, no pay staat no work, well pay. Willen we dat hebben? Ja, dat hebben we hier gezien in het parlement toch? Maar ik zeg, ik zou veel meer willen doen ten aanzien van de aanpak van spookambtenaren. Maar het is ook niet zo zwart-wit. Het is echt niet zo zwart-wit van, ik zou graag willen, ja, dat het geld dat betaald wordt aan spookambtenaren, dat het gewoon terstond stopgezet werd en dat we dat geld zouden gebruiken voor volksgezondheid, veiligheid en onderwijs. Dat heb ik vaak gezegd. Ik wil het graag zo doen. Maar het ligt niet aan één DNA-lid om dat te kunnen doen. Je moet collectief die steun vinden en daar zie je niet. Iedereen is bereid om te zeggen, stop de salarissen van alle spookambtenaren. Want we weten waarom, het kan je zus, je broer, je neef, je tante, je oom zijn. En niet iedereen heeft dat punt bereikt waarbij we zeggen, laten we dat mes erin zetten. Dus op uw vraag,
Is er meer dat ik gerealiseerd zou willen zien? Ja, er is veel meer. Maar niet alles kan je met één persoon doen. Daarom is het een collectiviteit. Het is de nationale assemblée. Het is niet één assemblée lid. Ik ben deel van een collectiviteit. En die collectiviteit neemt een besluit. Ik ben één van de 51. Dus hoeveel zou ik alleen meer willen veranderen? En van u is bekend, heer Van Samson, in de afgelopen 4 jaren, dat u geen blad voor uw mond neemt. En dat maakt ook dat u heel wat mensen op hun teentjes trapt en heel wat kritiek er tegen u is. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik zie het als vitamine hoor. Ik zie het als vitamine. Ik heb gezegd... Ik ben nu erg gezond. Ja man, ik kom horen trangen. Weet je waarom? Elke keer wanneer mensen kritiek op me leveren, ze vergeten één ding. Je moet kijken hoeveel mensen me uitschelden. Hoeveel mensen negatief over me praten. Dan kan je dat alleen zetten tegenover het aantal stemmen dat Van Samson gehaald heeft in 2020. Onder die omstandigheden toen. Wel nu, ik ga u zeggen. Al die mensen die afgeven op mij, zorgen ervoor dat er meer mensen achter me staan. Omdat mensen die je uitschelden, die hebben die decatie om op Facebook het te zeggen. Maar de mensen die jou ondersteunen, doen dat niet. Ze komen niet op Facebook. Weet je wat ze doen? Wanneer ze me zien lopen in de markt, komen ze naar me. Meneer Van Samson, ik heb u gevolgd. Ik ben het eens met u. En u mag weten, in mijn huis mag u rekenen op 6 stemmen. Dat telt voor mij. Want die mensen die openlijk en eerlijk naar je toe zijn, die lopen gewoon naar je toe. En ik ga u zeggen, meneer Ganesh, overal waar ik kom, zijn er mensen die met me komen praten en me gewoon zeggen, meneer Van Samson, u kunt rekenen op mijn steun. Gaat u zo door. Omdat men het waardeert dat er een parlementariër is die het gewoon zegt. En al die negativiteit, ik ben ze ook dankbaar hoor, dat ze die negativiteit naar mij toe hebben. Omdat dat houdt me scherp. Dat maakt dat ik continu let op wat ik zeg. En wanneer ik wat zeg, sta ik achter mijn woorden. Meneer Ganesh, wanneer ik Cedric Gulno van Samson iets heb gezegd, ik bied me verontschuldigingen niet aan, ik pleeg geen rectificatie, ik slik niets terug. Waarom? Omdat wanneer ik iets heb gezegd, sta ik achter mijn woorden. U moet goed opletten. Ik heb laatst gesproken over dat van EBS. Heeft u 1 EBS'er horen zeggen dat wat Cedric Gulno van Samson daar gezegd heeft over de efficiëntie in het bedrijf, dat het niet waar is? Je mag me 1000 uitschelden omdat hoe je over me denkt. Maar je moet zwart op wit kunnen bewijzen dat wat ik heb gezegd niet waar is. Dat is die uitdaging. Omdat ik maak me niet druk met hoe je over me denkt. Ik ben niet in de politiek gestapt om liefde te zoeken. Zolang mijn vrouw van me houdt, mijn moeder van me houdt, mijn mensen van me houden, mijn honden van me houden, is dat goed genoeg. Ik ben niet gestapt hier voor liefde. Liefde noja, lobby noja. Ja, naar belangenbehartiging. En ik ben er om mensen hun belangen te behartigen. Toen ik hier in het parlement heb gesproken over dat van de mensen met een beperking. Dat wanneer die mensen 60 worden, die beperking niet ophoudt. Dat die minister het moet veranderen. Het is veranderd toch? Het is veranderd, ja. Dankzij Cedric Gulno van Samson. Omdat ik erachter heb gestaan. Heer Van Samson, of gewoon het des partij is die nog moet beslissen. Of zal beslissen. Maar heeft u er nog altijd zin in om op een DNA-kandidatenlijst wederom uw naam wederom daar te laten prijken? Dus het heeft niet zozeer te maken met wat ik zin heb, waar ik zin in heb. Maar zoals ik u al zei, wanneer ik mijn werk hier doe en organisaties me bellen, meneer Van Samson, kunt u morgen even langskomen, willen met u praten over uw standpunt ten aanzien hiervan. Wanneer de Houtunie problemen had en ze me uitnodigen om te praten en ik er ben om hun belangen te behartigen, dan is het niet een vraag aan mij alleen wat ik wil doen. Wanneer plantages van Para een probleem hebben en ze me vragen voor een gesprek en ik het arrangeer dat ze bij de president komen en over hun problemen kunnen praten, dan is het niet iets wat ik wil doen, maar is het die verantwoordelijkheid die ik draag. Net zoals ik u zeg, meneer Ganesh, de mensen die op me afgeven, ik vind het heel goed, omdat die weinig weten van wat ik allemaal beteken voor een heleboel mensen die werkelijk hun belangen te behartigen hebben. Dus aan de hand daarvan is het niet een vraag van mij, als ik wil. Wanneer de politieke partij VAP zegt van, meneer Van Samson heeft bewezen draagvlak te kunnen hebben, de stem te kunnen zijn, het volk te kunnen behartigen, het belang van het volk te kunnen behartigen, dan gaat de politieke partij de keus maken. Net zoals ze de keus hebben gemaakt om Van Samson te kandideren. Als ze de keus maken om Van Samson niet te kandideren, zullen ze een betere kandidaat hebben. Dus voor mij, kijk, ik wil niet zeggen van het maakt niet uit, maar ik heb mijn bijdrage geleverd en ik zal het blijven leveren tot 25 mei.
het volk, de partij, de structuren zullen bepalen als Van Samson weer gekandideerd moet worden. Als het gebeurt, ben ik er ready voor omdat ik mijn werk kan blijven doen. Maar als dat ook niet gebeurt, meneer Ganesh, heb ik genoeg andere dingen om te gaan doen. Dus ik zeg van, het is belangrijk natuurlijk voor de mensen om te weten. Jij gaat bepalen als Van Samson weer in het parlement komt. De structuren gaan dat bepalen. En ik ga één ding zeggen. Want sommige mensen vergissen zich vaak om te denken in termen van ras. Dat Sobong na Blakamawan kan stemt op Van Samson, toch? En volgens ding, de horen vergadering naar alle Blakaman. En volgens ding, Blakaman tegen Tapsumado stem of dat niet. Ik zeg, de verkiezing is landelijk. Iedereen mag overal stemmen op wie dan ook. De kandidaten die zich willen profileren, moeten dat draagvlak hebben landelijk. Ik ben nu geen kandidaat. Ik ben DNA-lid. En iedereen weet als DNA-lid waar ik voor sta. Ik neem geen Ik zeg je direct waar ik achter sta en waar ik niet achter sta. En dat waarderen mensen van mij. En die mensen die dat waarderen, zullen ter plekke bekendmaken wie ze willen hebben als hun kandidaat hier. En wanneer dat het is, dan zal dat het zijn. Dus ik heb geen, dat ik hier moet zijn hoor. Ik ben geen carrièreparlementariër. Gelooft u me, als ik een carrièreparlementariër wilde zijn, zou ik bepaalde dingen nooit zeggen. Ik zou bang zijn om het te zeggen. Maar ik zeg je gewoon dat wat. Ik ga je zeggen, we moeten er, als we niet, meneer Ganesh, als we niet eerlijk over een probleem kunnen praten, gaan we het probleem nooit kunnen oplossen. En wanneer we dat niet in ogen willen aanzien, van even, wat gaat dat nou een probleem? En je wil het niet zeggen uit, ja, politieke overwegingen. Net als hoe mensen zeggen, ja, Van Samson, mij gaat het u verkwalijken. Als ik de waarheid spreek, mag je me verkwalijken. Zolang ik niet leef, zolang ik met de waarheid, ik mag kosmi, mijn lobe falik. Je moet kunnen bewijzen dat wat ik zeg niet waar is. En dat kunnen ze niet. En wanneer ze dat niet kunnen, dat is frustreer. Dan worden ze persoonlijk. Dat is atibrong. Dat is wabeddenangra. Maar je moet met feiten bewijzen dat wat ik heb gezegd niet waar is. Dat is die uitdaging. En tot nu toe hebben veel van ze dat niet kunnen doen. En daarom hebben ze moeite met Van Samson. Maar daarom ook zijn er heel veel mensen die achter Van Samson staan. Dus om antwoord te geven op uw vraag. Mi Eli Bengi a publiek met deze refi beslist. If a publiek vindt dat hij de apwan parlementariër van Noudou sa etak de san van de sande, sa et durf ongeacht, dat doet hij die apartheid tak import van Samson. Maar if de vindt dat de no one van Samson jamoro, want a man bereid taxi, de no one taxi man, ja dan, de pot one trust man. Zo eenvoudig is dat.